Ik reed de auto van de boot af, dan stonden Ferry en Ashley. Die stapten in en reden verder. En Jeroen riep keihard: we zitten gewoon op het verkeerde eiland hoor. Afgelopen zomer ben ik samen met mijn team een week naar Terschelling geweest om een promotiecampagne te maken voor de nieuwe Fujifilm GFX 50S II camera. En in deze serie vlogs gaan wij jullie meenemen achter de schermen bij het maken van deze campagnevideo. We laten jullie alles zien. De verhalen, de anekdotes, de bloopers, alles. Dus heel veel kijkplezier. Samen met Ashley, Ferry en ik zijn we in de auto vertrokken. En toen zijn we via Horen zijn we naar God alle Jezus, waar was het? Naar Harlingen. En daar hebben we een tijdje staan wachten en toen mochten we een boot oprijden. En toen hebben we anderhalf uur op een boot gezeten. Eigenlijk op de boot merk je al de rust die je dan op het eiland echt pas gaat vinden. Wat ik wel magisch vond was dat het was de hele ochtend grijs geweest. En we stoppen op de boot en het is grijs en we komen richting het eiland. Ik denk dat we een half uurtje, drie kwartier onderweg waren. En opeens brak de zon door. En toen was het alsof je op een internationale cruise zat, wat heel vreemd was. Nou, toen heb ik Ferry achtervolgd met de gimbal, veel te lang. De hele bootrit was leuk en pijnlijk, want ik was meteen verbrand. Want zon en deze complexie, dat gaat nooit goed samen. Ik heb twee standen, blank en kreeft, dus dat... We kwamen aan op het eiland en Jeroen reed. Ik reed de auto van de boot af, dan stonden Ferry en Ashley. Die stapten in en reden verder. En Jeroen riep keihard: we zitten gewoon op het verkeerde eiland hoor. Het is Westerschelling. Dat heeft wel meteen de toon gezet voor de rest van de week. Want dat is wel een beetje de geiterigheid waar wij allemaal heel erg goed in zijn. We kwamen aan bij het huisje wat we geboekt hadden, wat echt een prachtige locatie was op de Terp. Nou, het was een... Kast van een huis. Bizar. Het is... Ja, het is een vakantiehuisje zoals je ze vaker zou willen zien. Nou ja, een Airbnb of, laten we heel eerlijk zijn, een huurhuis zoals je ze vaker zou willen zien. Maar echt een prachtig mooi achtpersoonshuisje waar we lekker met z'n drie in zaten. Dus we hadden lekker al ons eigen tweepersoonsbedslaapkamer. Ik was door de heren gezegend door het feit dat het kind nog een kutgestel heeft. Ik ben chronisch ziek. Ben ik gezegend door de heren met de benedenkamer. Dus ik zat op een gelijkvloerse woning voor mij doen. De heren hadden de kamers boven. Waar ik super gelukkig mee was. Want er waren inderdaad gewoon avonden dat we thuis kwamen. Na heel veel strand, heel veel wandelen en dat soort dingen. Dat ik zoiets had van, ik kan alleen maar vlak en dan landen. Dat is nu mijn capaciteit nog. Meer kan ik niet meer. Zo. Dat was het. Ja, dinner time. Want wat zouden wij voor waardeloze vloggers zijn als we nu niet even... Kijk, Jeroen is al gelijk in actie. Jazeker, ja. Zo, ja? Hoppatee. You happy? Look at this, it's so pretty. Duck en Thai. Thai kip. Smiley facey. Hoela. De eerste avond was inderdaad gewoon een tentje wat inderdaad bezorgde. Wat dus inderdaad, waar ik helemaal gechoqueerd van was, die gewoon vegan en vegetarische gerechten serveerde. Nou, dat had ik niet helemaal verwacht daar. Ik had al een hele zak met allemaal gewoon plantaardige bullshit meegenomen in de auto, want ik had een hele grote. Daar kan je daar vast niet halen. Nou, dat blijkbaar wel. Maar ja, magisch. Jeroen heeft ook gelijk weer aan de stok hier al. En na het eten kwam Michel van de VVV langs om even een eerste tour te geven van het eiland. En hij reed een prachtig mooie, ja, wat oudere landrover. Die voor mijn kleine beentjes veel te groot was. Dus ik ben er door meerdere heren ben ik op verschillende momenten ben ik de truck ingehezen. Want ik haalde het gewoon niet. Alleen dat ding had een kleine uitdaging. De stuurbekrachtiging werkte niet helemaal kennelijk. En dat ding had de drijfcirkel van een stadsbus. Maar je zag hem ook aan dat stuur jennissen. Migado. Heel heftig. Ik zou er niet aan moeten denken om het werkelijk zelf in zo'n auto. Ik denk dat de auto eerder mijn arm meeneemt dan dat ik de auto meeneem. Heerlijk over het eiland heen rijden. Dus je hebt eerst alle
nou ja, even sightseeing, hotspots laten zien. We zijn even naar boven naar bij de Bandarasloop, omdat je namelijk een prachtig uitzicht op de zonsondergang. Ik wist niet dat zonsondergangen zo mooi gemaakt werden. Dat was echt prachtig. Nou ben ik sowieso wel fan van lucht en wolken en dat soort dingen. Maar ja, wauw. Dat heeft echt even indruk gemaakt wel. Ja. Just a few more stairs. Ga nu van die Rocky muziekronde monteren. En terwijl de zon onderging, wou ik eigenlijk ook een foto maken van het seinhuisje. Alleen achter het seinhuisje ging de zon onder, dus het seinhuisje viel een beetje in het donker. Dus we dachten, we kunnen ook lightpainting gaan doen, alleen we hadden geen zaklamp bij me. Maar gelukkig staat op dat eiland ook een hele grote zaklamp, namelijk de Brandaris. Dus toen zijn we gaan lightpainting gaan doen met het licht van de Brandaris op het seinhuisje. Ik heb er ook een foto van gemaakt op mijn telefoon, want ik moest zo lachen. Want je zat dus twee, Jut en Jul, Ferrie en Jeroen, gewoon in elkaar gekrompeld als kleine gewoon rozijntjes, zaten ze daar alle twee naar schermpjes te staren om maar een goede foto van dat seinhuisje te krijgen met het licht van de Brandaris. Wat ronddraaide en ronddraaide. En gewoon die complete, het waren net twee 5 jaar oude met Lego. En daar kon ik heel, heel erg van genieten. En het grappige was, Michel ook. Dus Michel en ik hebben echt met gewoon zeer groot aangename, gewoon hebben we daarnaar zitten kijken. Van deze twee kinders die daadwerkelijk met hun leuke frubbeltjes aan het, en af en toe hoorde je, want dan lukte het niet. En nou ja, ik gewoon vond ik een hele leuke ervaring. Ja, dat gewoon, dat gaat de boeken in als een leuke herinnering van deze trip. En het, gewoon, het irritante is, is dat ik ook niet met mijn totaal niet Terschellingse accent "Ey, gaat even weg" of zo kan zeggen. En toen gingen we naar een van de shots waar ik het meest bijna op verheugde. Dat was namelijk de foto met Peter de vuurtorenwachter. Alhoewel ik moet zeggen, nautisch verkeersleider.